Weet je, als jij verwacht dat ik bij een show ga zijn waar Emiel zich rustig in een wedstrijd inkoopt, waar ik hard voor heb gevochten heb om die titelwedstrijd tegen Tommy te kunnen vechten, om die titel te kunnen verdienen, om dat te kunnen doen. En dan verwacht je dat ik rustig aanwezig ga zijn terwijl Emiel zich rustig in een wedstrijd inkoopt, terwijl ik Emiel al verslagen heb, terwijl ik Emiel al verslagen heb en ik dus als enige recht had op die titel. Dan verwacht je dat ik gewoon daar leuk ga zijn en dat ik gewoon in die wedstrijd ga zijn? Nee. Oké, als het betekent dat ik in dit geval mijn kansen verspeeld heb, als number one contender, so be it. Begin ik lekker onderaan die ladder. En als Tristan Archer onderaan die ladder staat, als hij de eerste tree is, so be it. Uiteindelijk kom ik daar wel weer. Het is me al eens gelukt en het gaat me gewoon nog een keer lukken.